In dit project zoeken we naar innovaties in de garnalenvisserij. In de garnalenvisserij worden naast garnalen ook de kleine garnalen gevangen. Wier, krabbetjes, visjes en ja, dingen die je dus niet wil vangen, anders dan garnalen. We zoeken naar manieren om die niet te vangen en we testen daarvoor verschillende innovaties. In de Nederlandse visserij is het verplicht om te vissen met een zeeflap. Een zeeflap is een trechtervormig stuk netwerk dat alle grote ongewenste bijvangst in de onderkant van het net naar buiten loost. Je ziet hier een plaatje ervan. Het komt het net in, de grote dingen die je niet wil hebben, gaan door die trechter zo door de onderkant eruit. De zeeflap heeft alleen één probleem in de zomer. Als er veel groen gevangen wordt, of zeewier, zoals je hier ziet, verstopt deze hele trechter met zeewier en gaat eigenlijk alle vangst naar buiten. Dan vang je heel weinig meer. Het schoonmaken van zo'n zeeflap is zeer intensief werk, veel werk. Moet je handmatig schoonplukken. Dus daar hebben ze op Zoutkamp een alternatief voor bedacht, de zeefmat. Dat zien we hier. In de plaats van die trechter in je net doe je een paneel voor je net, dus voor de ingang van je net. En zoals je hier ziet hangt de zeeflap voor het net, maar alles dat je niet wil vangen gaat onder de klossen door, onder het net door, dus dat vang je niet. Ook deze verstopt met groen en zeewier, maar als je die twee keer heen en weer haalt in het water, dan is hij weer schoon. Het drempelpaneel, ook een innovatie bedacht in Wieringen om bijvangst te verminderen in de garnalenvisserij. We zien hier een zijaanzicht van een garnalennet, dat is de boom, dit is de rest van het net. En in dat zijaanzicht is een paneel van netwerk gemaakt met een maaslijter waar voornamelijk garnalen doorheen kunnen. Garnalen komen het net binnen, komen een drempel tegen, schrikken van die drempel, springen omhoog door de mazen en worden gevangen. Andere vissen en dingen die je niet wil vangen, komen omhoog, komen tegen het netwerk, kunnen er niet doorheen en worden langzaamaan naar een gat in de achterkant van het net geleid en dus niet gevangen. Een garnalen sorteerrooster. We zien hier een voorbeeld. Alle garnalen komen hier in het net binnen en worden gesorteerd door het witte sorteerrooster dat hier zichtbaar is. De kleine garnalen kunnen door de spijlen heen naar buiten en worden niet gevangen. Grote garnalen gaan naar boven langs en worden allemaal opgevangen. In de garnalenvisserij vangen we garnalen, maar ook te kleine garnalen. Die willen we niet vangen en met maaswijdte is het moeilijk om te reguleren om geen te kleine garnalen te vangen. Daarom hebben wij een sorteerrooster gemaakt. Je ziet hier een sorteerrooster, twee kanten sorteerrooster. De spijlbreedte bepaalt welke garnalen er doorheen kunnen en welke niet. Alle garnalen komen hier binnen, de te kleine garnalen kunnen door de spijlen hier naar buiten en de maatse marktwaardige garnalen gaan rechtdoor naar beneden door dit gat en worden opgevangen in de kuil. In de garnalenvisserij worden soms bijtingen bijgevangen. Kleine, grote, maar eigenlijk wil je ze niet vangen. We hebben hier iets bedacht om bijtingbijvangst te voorkomen, een bijtingexcluder. Je ziet hier een stuk met grote mazen in de bovenkant van het netwerk en een flap netwerk die er overheen en voor hangt met een loodtouw eronder. Die flap komt naar beneden te hangen. Wijting komt het net in, kan achter die flap langs omdat er minder waterstroming is, zwemt naar voren en gaat door de grote mazen naar buiten. Zo willen we minder wijting vangen in de garnalenvisserij. Garnalen worden gevangen met een klossenpees. Een ronde rubberen bal die over de bodem rolt en garnalen zien dat ding aankomen en springen zo het net in. Maar waarom heb je die bal eigenlijk nodig? Kan dat niet anders? Een visserman uit Wieringen heeft een ander idee bedacht, de vleugelklos. Je ziet het hier. Het is een vleugelvormig profiel die over de bodem glijdt en turbulentie veroorzaakt boven de zeebodem. Een garnaal springt dan misschien op en zo over dat ding heen in het net. Hier zie je ze hangen, net voor de ingang van het net. En dat hebben we uitgetest. De aangepaste klossenpees. Wat is dit nou? Een normale klossenpees hangt tussen de boom in het net en zorgt ervoor dat de garnalen van de bodem opspringen en het net ingaan. Een normale klossenpees hangen alle klossen onder een hoek. Dus ze rollen niet netjes over de bodem, maar ze graven een beetje in de bodem. Het idee achter de aangepaste klossenpees is om deze klossen allemaal exact recht met de richting van het net mee te laten rollen. Dan heb je minder weerstand, graaft minder in de zeebodem. En heb je waarschijnlijk ook minder bijvangst van dingen die op de bodem liggen en opgeschept worden. Hier zie je het. Alle klossen zijn precies zo gevormd dat ze exact meerollen.
met de sleeprichting van het net. Al deze innovaties hebben we getest in de commerciële visserij. De resultaten daarvan zijn terug te vinden in het eindrapport.